Hey, zie ik dat nou goed? Heb je deze video even aangeklikt? Hey, bedankt hè. Ik ben hier samen met Perel. Ik een belletje aan heb. Wat zei je? Komt zeker omdat ze dat belletje aan hebben. Ze hebben dat belletje aangeklikt, joh. Maar ik ben hier samen met Perel en we zijn bij aflevering 3. Perel is helaas nog niet op het eiland. Met iemand die mij dood wil maken en vindt dat ik zelfmoord moet plegen. Heel vriendelijk en leuk dit spel. Maar ik hou de moed, ik wil vraag nemen om mijn team. Ook al is er weinig van mijn team open. Je weet wel dat wij die samensmelting echt zwaar de paarden wil zijn, hè? Maar we zijn ook alleen die drie mannen zijn er over. Ja. Die vrouwen die zijn weg, joh. Die kunnen er geen kut van hebben. Die Riley was niet zo goed. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Nee, maar nu we toch aan het wachten zijn, kun je vast even op dat abonneerknopje drukken. Belletje. Met dat belletje aan. Dan hoor je die zwoele stemmen van ons weer. Dan hoor je die zwoele stemmen weer. En ook even dat duimpje omhoog. En vertel even in de comments wat je de volgende keer wil zien. Misschien wil je wel een ander spelletje zien. Zeker als je het traaf vond. Vertel dat ook even. We zijn wel heel benieuwd naar. We zijn heel benieuwd naar. En welke schoenen je aan hebt? Welke schoenen? Vooral die. Wat is dat eigenlijk? Oh, iemand had een immunity, joh. Nee, joh. Immuniteit. Maar ik heb ook een immunity, hè. Ze zeiden als je dit wint, heb je immunity. Misschien ben ik ook wel gewoon door nu al. Maar ik moet gewoon wachten tot samensmelting. En dat duurt toch 80 jaar. Dat kan dus ook, hè. Dat zou gewoon elke keer gewoon nu automatisch gewoon weggaan. Want die andere die kan niet disrupten bij Red Dead. Nee, daarom. Die ging gelijk rechtstreeks naar... Maar nou moet jij dat... Ben jij zo'n diehard? Ben je zo'n volhouden? Ja, ik ben het wel maar. We hebben nog maar 50 minuten. Ik moet morgen wel weer op school zijn. In elke video moet je wel morgen op school zijn, dat is wel lekker. Ja. Je wordt echt niet op één dag opgenomen of zo, weet je wel? Totaal niet dat... Nee. Nee, dat echt totaal niet. Heel toevallig allemaal. Echt toevallig. Het is ook dat dit spel gewoon even op pauze gaat en dat je dan ja, dat volgende dag weer keer verder gaan. Maar dat iedereen ook gewoon precies tegelijk. Ja. Dus hier komen al deze video's wel achter elkaar op één dag uit ook. Dan is het wel logisch. Dat zou heel vreemd zijn. Het zou wel vreemd zijn. Die Remy staat hier nog steeds. Die wil gewoon bij die spectators blijven om mij te naaien in de finale. Ik weet dat hoe het gaat doen. Dat is puur waarom die blijft. Maar weet je wat zo kloot is? Als ik nu verlies, hè, volgende, hè, dan is het gewoon klaar, hè, want deze twee mannen zijn wel echt heel close met elkaar. Ja. Dus dan word ik er automatisch weggestemd. Maar ja, moeten we gewoon niet verliezen. Dan komt mijn comeback wel. En dan... Normally plays with immunity and those who are tough will be saved from a workdown. However, there isn't a single person that isn't safe. Er zijn er twee die weggaan. Immunity is now nullified and everyone except the tight players can draw a rock. If your rock is blue, then you're safe. The white rock means you'll be out. Misschien gaan er wel meer dan, omdat wij maar nog met z'n drieën zijn. Yeah. We gaan er gewoon drie uitburnen, dus 3-3. 1-2. En dat is dan gewoon samensmelting. Spannend jongen, hé. Nobody was able to get the white rock, nee joh. Iedereen is door. Please grab your... Nee. Iedereen is gewoon doorbeuren. Ja, die ratten, dat zijn die ratten zijn dat, joh. We zijn ook zo de lul in die samensmelting. Hun gaan allemaal samen. Ik heb wel in ieder geval één rat weg kunnen werken. Ja, dat wel. Prullenbak ingooien. Maar echt een prullenbakje in, joh. Gewoon in zo'n rattenval. Ik zit nog steeds op dit typisch eiland. Helemaal in mijn eentje. Oh, the merge stripes. Longer have a chance to... Oh, er is geen kans meer. Will a member. Now I'll be a member. For Tidu. En die Amy is nog steeds, hij zit nu te lopen. Dus dan maar bij elkaar. Naaien. Maar jij zit nog steeds op het eiland, of niet? Oh. Zit jij nog steeds op het eilandje daar? Ja. Yo. Oh. Ja, maar niemand kan meer bij jou komen. Jij bent sowieso door, maar jij moet nu gewoon echt wachten. Ja, maar wacht hier zo lang. Ik ben zeker niet 30 likes in te gaan, daarom zit ik hier nog.
Oh, we hebben dit in het hele begin, hè. Laten we dit opnemen, is leuk. Gewoon lekker met z'n tweeën lachen. Aan die spelletjes spelen. Jij zit alleen maar te wachten. Oh. Ja, maar we moeten het sowieso nog een keertje opnemen en dan hopen dat we wel bij elkaar zitten. Volgende keer gaan we dit gewoon live. Jij wel een keertje mee. Volgende keer gaan we live. Misschien willen dan meerdere mensen meespelen. Oh ja. Laat even weten in de comments als je mee wilt spelen. Dan gaan we even kijken of we een keertje live kunnen. En dan zal ik dat wel aankondigen op mijn Insta. Dus volg me ook even op Insta. Kasteel Games. The person who wins will be unable to be voted off tonight. Maar dat is, wat moeten we doen? Ja, ik zie nog steeds dat rondjes te lopen op dit kuteiland. De nummer van objects is ik ga ook gewoon echt op een code. Ja, ja, ja. As the counting returns the post, submit your answer. Ja, wat moet ik doen? The first person submit the correct code wins and win. Huh? Moeten we rennen voor ons leven nu? Wat moeten we doen? Sure. Oh, we moeten tellen, joh! 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 3, 12, nee, 3, 13. Ik moet ook 15. Dingen typen, wat is dit? Ik heb niet gewonnen, ik was net te laat! Ik heb nog die foto af te maken. Ik was net te laat, joh! Ik hoop dat ik bij die tribal concert kom, want daar zo met mijn pakkertje aan kon lopen. Dan zijn die mensen van ons kamp, die zijn wel bang, hoor. Ja, ik weet het, maar als ik nu eruit ben, is het klaar voor mij, hè? Ja, dan is het dan zit ik op dat bankje, maar dan kan ik wel spectaten. Ga ik jou wel spectaten, wat je allemaal aan het doen bent, ja? Waar we uitgaan in de eerste ronde. Maar ja, dat is later zo. We hopen dat je niet eruit komt. Sowieso een rat. Iemand zegt Rip. Iemand zegt Rip David. Die ratten zeggen dat. Dat ziet David eruit. Rip in peace. Dat als hij nu opeens dat zegt en dat jij eruit gaat. Ja, dat zou kunnen. Dat dit al besproken is, weet je wel. Ja. Laat allemaal op David stemmen en dan gewoon stiekem in één keer op Fred. Fred Jan. Die David zegt, at least I escaped the losers. You're so racist. Ik zie nog steeds op dat kuteiland. Maar ik ga ook gewoon op David stemmen, hè. Dus meer kans voor mij. Ja, maar die ratten die lief ook niet. Bij ons team lief ze af en toe, weet je, wat de potjes korter zijn, maar... Ja. Wanneer ga je ook terugkomen? Dat is ook de vraag. Ja, dat ze op het einde zeggen, it was a joke. Oh, ik zit wel vlak bij die mooie dame. Kijk dan, kijk zo. Een mooie huid, joh. Oh. Kom maar. Hoppa, en David is gone. Ik voel hem wel, die spanning, hoor. Maar die andere man die bij mij zat, die heeft wel gewonnen. Die rat is eigenlijk niet zo heel goed, hoor. Het enige voordat hun straks in de finale op elkaar kunnen stemmen. Ja. Terwijl die andere jury al weg zijn. Dan hebben we eigenlijk 100% al gewonnen. Ja. Dat is weer allemaal trash, allemaal. Alright, once the first round. Oké, nou wordt het spannend.
I will read the votes. First vote. Rad 2. Oeh, dat was die Rapunz. Oh, daar gaat ie. Dat is David. Oh, Rad. Oeh, wat gaat er gebeuren nou? Rad 2? Rapunz weer? Ik heb het nou op David gedaan, ik heb misschien maar niet gedaan. Oeh. Ja, nu is het klaar. Ja, ja. Natuurlijk, David en die anderen hebben natuurlijk gestemd. En één rat die heeft ook gewoon zijn paard. Ja, er zijn gewoon echt twee ratten zijn er. Nee, één rat. Die anderen hebben allebei op rat gestemd. Ja. En die andere wordt nou boos, want hoe kan dat nou? Ze denken, huh? Maar er waren wel drie stemmen op een rat, hè? Eén op de gewone rat. Twee op die rat 2. The tribe has spoken. Bye, David! But the tribal isn't over yet. Kom Have ik terug? Have a nice day! Oh, the double elimination! Nee, joh! Maar wie moeten we nu pakken dan, joh? One of you will be voted out and we have to leave. Ja, Melfi, jij gaat eraan, denk ik. Nee. Dan ga ik op die rat 2. Ik ga sowieso op die rat 2. Nee. Of wie moet ik? Of juist op iemand anders. Die juist geen rat is. Ja, maar er zijn alleen maar ratten. En die andere heeft ding gewonnen. Ik ga op die rat 2, maar die van net. Die rat 1. Want die had net de meeste stemmen. Dat is dan mijn hoop. Ja, nu ben ik er sowieso uit, joh. Maar ik ben een Fred, ja. Ik ben ook een soort van rat, toch? Ja, maar wanneer mag ik nou terug? Dit duurt zo lang. Ja, en die andere die had weer immuniteit, hè? Anders was die er sowieso uit. Ja. Ja. Het is allemaal te typen, oh, two times. Zo so confused. Als jij nu in de immunity toren. Als er één Fred komt, één keertje, dan ben ik eraan. Maar ze hebben niet met elkaar kunnen chatten nu, hè? Net zeiden ze nog bij David, weet je gelijk. Oh, rat. Misschien had ik gewoon op die rat gemoeten. Rat 2. Oh, Rapunz, die heb ik ook gedaan. Depression! 2! Immuniteit heeft je natuurlijk de hele tijd. Fred-Jan. Fred-Jan! Dat is klaar. Ja, die depression zit natuurlijk even op die rat. Ja, maar het was sowieso al klaar voor jou. Want het was de enige niet rat. Er zit ook die laatste ook nog, hè. En ik heb nog dat mooie kopje, jongen. Kijk dan. Ik zit nog heel vrolijk te kijken ook nog. Ja, maar wanneer was ik nou terug? Ja, jij moet het nu doen, hè. Ik zit nu op dat bankje, hè. Ik hoop dat ik het wel of ik überhaupt terug mag. Ik zit heet op dit kuteiland. Als het goed is, kom jij ook bij mijn eiland. Is het die andere er ook dan? Ja. Nee, want ik kan... Ja? David is er ook. Oh, dat is wel gezellig. Jury. Ja, we zijn alleen wel jury. Yo, hey, hallo. Oh, er gebeurt wat nu. Oh. Oh no. Kom ik terug. Game is currently in process. Nee, ik ben nog steeds hier. Was even iets fout gegaan. The winner of redemption will now join the game. Ik zit erbij. Oh, maar even zonder dolle. We hebben niet gelogen, want Pharrell was even terug in de video, maar hij is nu weer weg. Hij is weer gone. Maar nu ga je mij zien. Next competition. Als ik deze niet win, ben ik klaar. Oh, dit spelletje. Dit is wel een gek spelletje, maar... Kijk, al die ratten, die gaan sowieso allemaal samenwerken. Hoe heb je dus gewoon krap, toch, hoor? Ja, ik moet deze winnen, Hans is klaar. Ik ben in overleg met hem dat we op jou moeten stemmen in de finale. Yo, op mij. Oh. Ja, maar hij mag mij niet. Oh, jawel, hij mag mij wel. Dat is niet die ene. Hij wel, dat is David. Maar die David wil die andere. Hij wil Marius. Die andere. Nee,
aan moet maken. Maar hij blijft op jou, hij gaat op die andere stemmen, joh. Maar kan ik jou spectaten? Fuck, wat heb ik gedaan? Ik kan je nog steeds niet spectaten, hoor. Of wel, dit spectaten. Oh nee, niet deze, hè. Ik ben echt dom bezig. En je moet zoveel mogelijk vakjes hebben. Ja, je had rechtdoor moeten. Ja. Die man hier rechts, die had echt lekker, joh. Of die vrouw moet nu naar rechts. Ga naar rechts, ga naar rechts. Oh ja. Ga nu naar rechts? Sowieso. Hier je kan ook, ja, je kan ook schuin. Kijk, we gaan allemaal die kant op, joh. Nu naar eentje naar voren, gewoon naar voren. Naar die paarse haren toe. Ja, ja. En dan terug. En dan naar links, nu naar links. Ja. Heb je die hele hoek, joh. Volgens mij als ik dit slim doe, kan ik nog bij haarvak ook komen. Ja, je kan ook. Ja, je moet nu naar gewoon hier naar rechts, ja. En dan naar links. En dat lijntje. En dan helemaal dat laatste hoekje daar, dat kun je oversteken. En dan kan je weer naar rechts ook pakken. Alleen deze kan ik niet pakken, die helemaal links, denk ik. Jawel, jawel, die kan je ook pakken. Okay. Gaat nu nog steeds eentje, ja, die kant. Nice. Dan ga je gewoon nu schuin. Ja. En dan weer schuin straks terug. Naar die linker. Ja. En dan kan je die lijn pakken. Ja, maar kijk die andere, die rat. Ja, die gaat ook. Maar die wil ook haar eigen dingetje vol hebben. Maar die kan op een gegeven moment niet meer. Die kan niet meer terug daarna, hè? Nee. Ja, die rat 2 is klaar. Nu moet je gewoon een beetje zigzag en dan even naar rechts weer. Weet je, dat je in ieder geval wel alles een beetje mee kan pakken. Ja. Zij gaat het verpesten. Zij heeft het verpest, denk ik, voor zichzelf, hoor. Of niet? Oh, dat is wel kloot dat jij niet daarheen kan en dan later weer terug. Maar je moet wel dat ene vakje daar vrij houden, dat je daar wel nog kan komen. Ja. Het schuine vakje. Ja, ja. Dus die en die daarnaast moet je sowieso vrij houden, 100%. Ja. Dat moet de laatste lijn zijn, zo rechtdoor. Ja, ja, ja. Als zij dat niet, maar niet in één keer zo op. Maar zij moet nog best wel veel vakken daar ook, hoor. Gaat wel tussen jullie twee. Ik hoop dat ik dit slim kan uitspelen. Hoe ga ja, ik dit nu nou die schuine, schuin pakken. Ja. Oh ja, dat komt goed. Dan weer schuin die andere kant, die hoek in. Maar zij gaat al terug, hè. Zij wil jou, denk ik, naaien. Ja, zij wil mij naaien. Ik ben klaar. Ja, zij gaat jou naaien. Zij gaat nu dat afketsen daar. Oh, ga gewoon schuin. Pak niet dat hoekje. Ja. Ze gaat mij heel hard naaien. Schuin naar voren en dan gewoon allemaal rechtdoor. Ja, zij is daar eerder, denk ik. Kut, sorry. Ja, zij is eerder. Oei, oei, oei. Ja. Klaar. Hey, jongen. Ik moet hier schuin. Ja, het is klaar echt. Ja, je moet nu wel schuin, maar zij gaat nu eentje naar voren en dan ben jij klaar. Ja, ze heb je afgeketst, joh. Kijk te lachen, joh, die paardenratten. En het ergste, zij had nog vorige keer best wel veel stemmen, zei. Maar jij gaat er nu uit, hè. Of die ander gaat eruit, trouwens. Klaar. Ja, maar dan gaan mij nu stemmen sowieso. Ja, maar of die andere, want die andere was goed, hoor. Net. Die Marius. Ja. Oh, gaat ze zeggen, suck. Oh, wat stoer doen met haar vieze rattenhoofd. Oh, maar je zat wel in de buurt, dat is wel lekker, maar ja. Ze had je net op tijd door, want als ze dat hele hoekje nog had gedaan, dan was het te laat geweest. Ja, ja, je moet gewoon een beetje zo, dat ik net ook. Maar ik heb het gevoel dat ik wel een immunity totem heb. Want zei die wel, dat ik immunity had. Maar dan moet je gokje en zo, hè. Dan moet je een gokje nemen van... Hou ik hem of... Ja,
Ja. Maar zoek even een leuk plekje uit en kunnen we binnen die 40 seconden eventjes afsluiten. Ah, ik heb het gevoel dat ze... Wat is MBH? Oh! You found an immunity idol. Een fake of een echte? Een echte. Oh! To void all votes, god. Oh, we willen... Eentje we gaan nu gewoon afsluiten. We bedanken jullie om te kijken. Vergeet even niet dat duimpje omhoog te gooien, abonneren en dat belletje aan te klikken. En dan zien we jullie in de volgende video. En dan beginnen we denk ik met de voting. Pharrell heeft net een immunity idol, heet het toch? Gevonden. Ja. Dus we gaan kijken of hij hem in gaat zetten. En laatst dan. Joejoe.